Oké, goeiedag. We staan hier op het gemeentehuis in Heiloo om iets te vertellen over de nabo's te Heiloo. Mijn naam is Arend Rook, ik ben van ProRail, projectmanager bij ProRail. En wij zijn een van de partijen die bezig is om iets moois voor dit project te maken. Wat je hier ziet is de aanpak van de nabo's in Heiloo. Nabo's zijn de onbeveiligde overwegen die nu in het Heiloer Bos liggen. Dat zijn er drie. De Stedlaan, de Verlengde Kuilaan en de Westerweg. En eigenlijk is het de wens van ProRail om alle drie de overwegen te saneren, op te heffen. Maar dat kan natuurlijk niet zomaar, want je hebt ook gebruikers van het gebied. Die moeten ook een plekje krijgen eigenlijk in het geheel. Dus vandaar dat we daar een aantal mooie maatregelen bij hebben bedacht. Als je helemaal links kijkt, en ik weet niet of jij dat kan volgen met de camera. Dat is hier aan de linkerkant, net achter die mevrouw. Daar zie je de Stedlaan liggen. De gedachte is om daar de overweg helemaal op te heffen. Om vervolgens naast de Stedlaan een voetgangersbrug te realiseren. We lopen straks even naar de plaatjes om hem wat beter te bekijken. In het midden hebben we de Kuilaan. Ook daar ligt nu een onbeveiligde overweg. Ook die moet gesaneerd worden. En het idee is om circa 100 meter verderop, meer naar het noorden, om daar een onderdoorgang te realiseren, een tunnel, zeg maar, waar straks ook de fietsers onder het spoor door kunnen en ook de voetgangers het spoor kunnen kruisen. En de laatste is de Westerweg, dat is nu ook een onbeveiligde overweg, die wordt helemaal opgeheven. En de boerderij valt hier net buiten het plaatje die hier ligt, evenals de boerderij die bij de Kuilaan ligt, wordt straks ontsloten over de nieuwe fietsverbinding. Dus je ziet een lange rechte lijn lopen, helemaal hier langs het spoor en langs de N9 helemaal naar de Hoevenvaart en naar de Gelderlaan. Daar moet uiteindelijk straks het verkeer aansluiten op de bestaande infrastructuur. Wat je hier ziet is de Verlengde Kuilaan. Op de bovenste afbeelding de bestaande situatie. Daar zie je een overweg die nu nog onbeveiligd is. Er staan wel waarschuwingslichten bij op het moment dat er een trein komt. En in de toekomst moet die Kuilaan afgesloten worden. Dat zie je op de onderste afbeelding. En de bewoners die zeg maar, aan de Kuilaan zitten worden straks ontsloten via die nieuwe ontsluitingsweg. Wat hier opvalt is het groen-witte hek. De gedachte erachter is dat de historische lijnen die in het landschap zichtbaar zijn, die zijn heel erg van belang voor onder andere natuurmonumenten en historici, dat die zichtbaar blijven. En dit hek is een kenmerkend hek in het gebied. Nou, dat willen we ook terug laten komen zeg maar, in de nieuwe weg. Dat ten aanzien van de Verlengde Kuilaan. Hier zie je hem nog iets. Hier zien we de Westerweg. De overweg, de laatste overweg die ik net noemde ook in het overzicht, die wordt helemaal opgeheven. Hier zie je nog de situatie met de waarschuwingsinstallatie eigenlijk voor het spoor. In de nieuwe situatie is dat helemaal verdwenen en opgeheven. En zie je eigenlijk alleen de oude laanstructuur weer terugkomen. Dus je ziet de bomenrij, we willen ook een paar extra bomen aanplanten om weer de oude laan zoals die was, weliswaar doorsneden door het spoor, om die weer zichtbaar te maken. En eigenlijk is er van een overweg dan helemaal niks meer zichtbaar. De laatste overweg, eigenlijk de eerste vanuit Heiloo gezien, is de Stedlaan. Op de afbeelding hier zie je de bestaande situatie. Iets meer uitgezoomd vanuit het bos zeg maar, bezien zie je de waarschuwingshekken en de hekken waar je doorheen moet zeg maar, om het spoor te kruisen. Hier vanaf de andere kant bezien. In de toekomst moet die Stedlaan helemaal opgeheven worden, dus de overweg verdwijnt. Maar tegelijkertijd is de overweg wel een belangrijke zichtlijn, een historische zichtlijn door het gebied. Dus wat is bedacht is om een ongelijkvloerse kruising, een houten brug in dit geval, te realiseren buiten de zichtlijn. En hier kun je het een beetje zien, dus eigenlijk zie je de oude doorkijk is nog zichtbaar op de platen. En de brug buigt vervolgens, het pad buigt af. Als we iets verder inzoomen zie je zeg maar, hier eigenlijk de brug hoe die eruit moet gaan zien. Dus hier zie je weer de oude lijn, het doorkijkje zeg maar, naar de andere kant van het bos en het pad buigt af. Langs het spoor eigenlijk direct, om daar direct de trap op te gaan. Het idee is om daar een houten constructie te bouwen, een houten voetgangersbrug. Die opgaat eigenlijk in het bos. Hè? En de reden dat we hem zo bouwen, parallel aan het spoor, is dus aan de ene kant die zichtlijn. Aan de andere kant ook, omdat we daardoor geen bomen hoeven te kappen. Er staan natuurlijk prachtige historische bomen hier, die willen we zoveel mogelijk bouwen. Natuurmonumenten vinden dat ook enorm van belang. En op deze manier kunnen we in de vrije strook naast het spoor, kunnen we eigenlijk die voetgangersbrug bouwen. En voetgangers kunnen op deze manier ten alle tijde nog het spoor kruisen ter hoogte van de Stedlaan. Ik ben Mariska van der Leij van Natuurmonumenten, boswachter bij onder andere Nijenburg, landgoed Nijenburg, Heiloer Bos ook wel, zo staat het ook wel bekend. Wij vanuit de Natuurmonumenten, vanuit het landgoed, willen wij graag twee overgangen behouden op het landgoed tussen de westkant en de oostkant. Want dan kan je heel mooi het rondje zoals wij het nu hebben uitgezet, het landgoedrondje, wandelrondje, kan je blijven wandelen. En eigenlijk vinden we dat heel belangrijk, omdat het zo'n bijzonder landgoed is. Het is een landgoed waar nog heel veel, wat nog heel compleet is. Want
De boerderijen zijn er nog, de landerijen om de boerderijen zijn er ook nog. En die behoren ook tot het landgoed. Net als het landhuis aan de andere kant van de Kennemerstraatweg, het koetshuis en al die gebouwen erbij. En vanuit natuurmonumenten willen we heel graag dat dat hele rondje te lopen is, zodat je dat hele landgoed kan beleven. Dus zowel de boerderijen, de weilanden, het bos en dan ook het zicht op het landhuis. Dat hele rondje willen we toegankelijk houden. En wij niet alleen, want we hebben daar wel gepolst onder de bezoekers van het landgoed. En heel veel bezoekers gaven aan van we willen dat hele rondje kunnen blijven lopen. Dat, die verbindingen vinden wij ook belangrijk. Dus daarom hebben wij ons wel hard gemaakt daarvoor.